Achteraan in het bezoekerscentrum is er een ouderwetse boerenkamer. Als je via de boerenkamer naar buiten gaat, sta je midden in een traditionele boerenbloementuin. Hier staan een heleboel bloemensoorten die typisch zijn voor de naoorlogse boerenbloementuinen. Aan het bezoekerscentrum is er een boerentuin verbonden. Een beetje een speciale tuin. Het is we noemen hem een Kempische boerenbloementuin. Het is een tuin zoals die bij de meeste boerderijen voorkwam qua inrichting. De waterput, de bleek, het houtkot, het hofpad en noem maar op. Dat is allemaal aanwezig. Maar we hebben hier in deze tuin nadruk gelegd op de Kempische boerenbloemen. Vroeger een tuin diende praktisch altijd voor vooral groenten. Hè, was inderdaad. De groenten werden gekweekt in de tuin, ook het klein fruit en dat soort zaken. Maar hier hebben we een keer alles opgevuld met die ouderwetse boerenbloemen. Het was meestal maar een klein hoekje van de boerentuin. En dat waren meestal snijbloemen. Die werden gebruikt voor in de kerk te zetten, voor tijdens de processie of in de meimaand kapelletje te versieren ergens op de hoek van de straat. En ook meestal werden er zondags een ruiker van die snijbloemen op tafel gezet. Dat was de functie van die boerenbloemen. Anderzijds mochten ze ook niks kosten. Het was een soort luxe. En waar niet veel geld mocht in gestoken worden. En men zei, in de tijd zei men altijd, het nut gaat voor de sier. En dat klopt in dit geval ook. Die bloemen die in die bloementuintjes voorkwamen, dat waren bloemen een beetje van alle kanten kwamen. Want men denkt soms dat alle ouderwetse bloemen, dat dat allemaal bloemen zijn die er altijd gestaan hebben. Nee, die komen een beetje van over heel de wereld. En hoe is dat gebeurd? Via bijvoorbeeld de Romeinen hebben dat meegebracht vanuit het Middellandse zeegebied. En meestal kwamen die bloemen dan terecht uiteraard in kloosters of bij kastelen en dat soort zaken. En die kwamen dan geleidelijk aan via kastelen op het platteland of de pastorij, kwamen die ook terecht bij in die boerentuintjes, omdat meestal de hovenier van de baron of van de graaf of van de pastoor was meestal een boerenzoon of een boerendochter. En dus die brachten dan zaden en stekken en knollen mee naar huis. En dan zie je ook allemaal vlug die planten verschijnen in die boerentuintjes. Bijvoorbeeld de dahlia, die komt uit Midden-Amerika. Die is pas in 1783, geloof ik, ingevoerd in de botanische tuin van Madrid. Maar je ziet ook al heel vlug dat die inderdaad via die kastelentuinen in die bloementuintjes terechtkomt. Hier zie je een heel bekende bloem, dat is akelei. Akelei is een bloem in verschillende kleuren, maar ze hebben een beetje de eigenschap dat in de bloemetjes naar beneden hangen. En daarom zeg ik altijd, om te kijken hoe mooi ze zijn, moet je ze eigenlijk een keer onder het rokje kijken. En dan zie je pas hoe mooi ze zijn. Een plantje dat heel mooi is om een afboording te maken, is het schildersverdriet. Je ziet dat er zijn heel mooie groene rosetten waar dan op een heel fijne stengel het bloemetje tevoorschijn komt. Het dankt zijn naam schildersverdriet aan het feit dat als je een bloemetje fijn bekijkt, op elk plaatje daar staan 5 heel kleine rode stippen. En dat is zo klein, zo miniatuur, dat een schilder dat praktisch niet kon weergeven. Vandaar de naam schildersverdriet. In het Frans is het nog erger, daar zegt men désespoir des peintres, dat wil zeggen de wanhoop van de schilders. Een merkwaardige plant is herfstijloos.
Het merkwaardige aan die bloem is dat de blaren, zijn heel groene, grote blaren, die verschijnen in het voorjaar en na enkele weken verdwijnen die. Daar zie je niks meer van. Maar dan in het najaar, ergens september, komt dan de bloem naar boven. Een soort grote krokus, zou ik zeggen. En daarom noemden de mensen die bloem, die inderdaad zonder blad is, noemden ze ofwel naakte vegijnen of naakte madammen. Alhoewel de officiële naam is herfstijloos. Een beetje krokusachtige bloem. Bij elke Kempische boerderij kwam een notenboom voor. Het nut van die boom was niet alleen dat een noten voorbracht, wat inderdaad een goed voedsel is, maar ook hij geeft heel wat schaduw aan het huis. Vooral in die warme zomers is dat altijd een heel aangename plek. En heeft nog een bijkomend voordeel, hij verjaagt insecten en vooral vliegen en muggen. Dus onder een notenboom was je meestal veilig voor vliegen en muggen. Daarom, de moeders, als zo in een warme zomerdag het kind in de wieg buiten gezet werd, werd dat altijd onder de notenboom gezet. Want zodoende had dat kind, was dat kind s'avonds niet vol stijken. En dat wisten de mensen wel. Ook notenblaren werden gebruikt om insecten uit huis te houden. Een notenboom heeft ook een specifiek kenmerk, dat de noten meestal praktisch altijd verschijnen op de nieuwe blaren en de nieuwe scheuten, dus aan de buitenkant van de boom. Dus hoe meer vertakt aan de buitenkant, hoe meer noten. En daarom sloeg men vroeger met lange stokken de noten eraf, niet om die noten te oogsten, maar vooral om die boom wat te kwetsen. Dan kreeg je meer vertakkingen, dan had je dus meer noten. En daarom bestaat er zo'n oud Kempisch gezegde dat een beetje uit de tijd is, maar toch ook een beetje de geest van de tijd weergeeft en zegt, ja, een ezel, een notenboom en een vrouw nu op tijd is afslaan. Natuurlijk is dat nu niet meer van toepassing, maar het geeft wel weer wat de bedoeling was van het afslaan van die noten. Die nieuwe takjes, hè. Daar verschijnt de noot. En hoe meer vertakkingen, ook daar weer ze. Soms twee, soms drie, soms vier. Zo in één oksel. Hier hebben we een nieuwe aanwinst van onze boerenbloementuin. Een hoekje waar we zo'n echt boerenbloemenhofje aanleggen zoals het vroeger was. De bloemen staan hier kriskras door elkaar, niet in bedden. En je zult ook zien, het is maar een stukje van de tuin, een klein gedeelte. En daar zitten we nu een beetje van alle soorten bloemen door elkaar, om een idee te geven hoe die echte Kempische boerenbloemhofjes waren. Je vindt er hier en daar nog wel in de Kempen terug, maar ze zijn inderdaad bijna praktisch allemaal aan het verdwijnen. Wie dat wil, kan in de groene winkel zaden gekweekt in de boerenbloementuin aankopen.